Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe e-sport nieuws. Vandaag gaan we het hebben over de IAM Katowice, is de Shanghai Major gespeeld en gaan we kijken welke LCS team de helft van zijn spelers verwijderd heeft. En natuurlijk is weer hier met mij Peter. Ja. Ha, Peter. Hi. Ja, hi. Ik ga jou vandaag weer van alles uitleggen wat er afgelopen week gebeurd is. En dat is nodig ook, want ik moet zeggen, ik heb deze week toevallig, het is de ene week het jaar dat ik niet e-sports heel fanatiek heb gevolgd. Jammer. Echt, hè? Ja, want ik heb heel veel gemist. Ja, want deze week was namelijk IAM Katowice en de IAM Shanghai Major was afgelopen. Er is van alles weer gebeurd. Nou, vertel. Wie hebben de bokalen gewonnen? Er ging er veel. Ik wil altijd weten hoeveel geld erin omgaat. Hoeveel geld? Ja, dat vind ik leuk. Zo, daar gaan we voor zorgen. Zullen we dan iets anders doen dan normaal? Gewoon beginnen met van geld van hoog naar laag? Ja, dat is goed. Leuk. Ja? Dan beginnen we met de Shanghai Major. En die is gewonnen door Team Secret. En mag jij raden hoeveel ze gewonnen hebben? Een ton. Nou, het komt in de buurt. 1,1 miljoen. Oh, dus de ton had je goed, maar de miljoen zat er nog bij. Oh, wat vet. Ja. Oké. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat die gewonnen is door Team Secret. Weet Want? Je wat? Ik heb ze één keer live gezien tijdens de Frankfurt Major. En daar speelden ze een champion die eigenlijk, ja, is een soort troll champion. Niemand pakt die, is gewoon, weet je wel, haha, we gaan verliezen, yeah. Dus we pakken hem. Die pakte hun en Techies heet die overigens. En ze hadden hartstikke hard gewonnen. Oh, wat vet. Dus heel stijl, nog niet plat. Maar dan ben je echt goed. Hun zijn echt mijn helden, ja. Ze zijn ook echt. Hoeveel mensen zitten in team 5, hè? Ja. Dus je hebt maar 2 tonnen man. Maar 2 tonnen man, ja. Precies. En dan een beetje naar de sponsors. Ja. Oké, nou cool. Oké, dan gaan we nu naar de ene grote. Dat was een CSGO-toernooi, geloof ik. Ja, tijdens IAM Katowice is natuurlijk weer, zoals altijd ieder jaar, een CSGO-toernooi gehouden. Ja. En die is gewonnen door niemand minder dan Fnatic. Fnatic, daar ben je fan van. Ik ben onwijs fan. Waarom heb je shirt niet, hè? Nou, dat zal ik je zo meteen uitleggen waarom ik dat niet heb. Oké, die hebben 8 ton. Nee, valt eigenlijk reuze mee. 104.000 euro. Dat is best wel een gat, trouwens. Dat is een gat van 1 miljoen, hè? Ja, dat is behoorlijk veel inderdaad. Ja. Dota is ook echt absurd qua prijzengeld. Oké. Maar nog steeds, 104.000 euro. Dat zat een prijzenpot van 2,5 ton daar bij CSGO. Dus dat was nog steeds niet verkeerd. Dat is meer dan de party. Dat is meer dan de party, inderdaad, ja. Ja. Vervolgens was er op IAM Katowice niet alleen CSGO, maar ook heel veel League of Legends actie. En die is gewonnen door het Koreaanse team SKT. De voormalig wereldkampioen, zijn niet te stoppen. En die hebben even spieken $50.000 verdiend. Hartstikke goed. Ja. Maar voormalig wereldkampioen, moet je hun kampioenschap verdedigen of zijn ze ieder jaar moet dat verdedigd worden, ja. Ja, precies. En dat is ook meteen de reden waarom ik mijn Fnatic shirt eigenlijk niet aangetrokken heb. Want Fnatic die had tijdens IAM Katowice, League of Legends, hadden ze de eerste wedstrijd hadden ze knijterhard verloren. Gewoon slecht. Ja. Ze doen het sowieso niet heel erg goed de laatste tijd, dus het was van jammer. Origin, een ander Europees team, had de dag ervoor al knijterhard verloren. Ja. En Amerikaanse teams deden het beter, weet je wel. Dan kreeg je het gevecht van EU slechter dan NA. Nou ja, wat gebeurde er? Noord-Amerika, heel goed, ja. Fnatic deed in één keer de turnaround. Ze gingen in één keer allemaal winnen van teams waarvan ze eerst verloren hadden. Echt, wow, iedereen zat er, wow, het gaat gebeuren. Ja. Weet je wel, de droom. Nou, toen moesten ze tegen SKT. En toen hebben ze de laatste wedstrijd, ze moesten 3 wedstrijden spelen, was een best of 5, dus 3 wedstrijden winnen. En de laatste wedstrijd werden ze zo hard gestompt dat ze gesurrenderd hebben. Wauw. En als ik ergens niet tegen kan... Oké, maar dat betekent dus dat jij toch een beetje een supporter bent die het alleen maar supporter is als het een beetje goed gaat. Nee, maar ik vind als je daar zit en je bent op zo'n toernooi, dan wil je hebt betaald voor een kaartje, ik wil een gevecht zien. Ja, de surrender dat kan gewoon niet, dat is no go. Nee, maar het was wel, ze hadden het echt heel goed gedaan, maar tot dan was het echt gewoon jammer. Oké. Dus vandaar. Nou, dan gaan we meteen naar de laatste van IAM Katowice en dat is StarCraft. En die is gewonnen door niemand minder dan de Koreaan, weer een Koreaan, Polt. En die heeft gewonnen? $35.000. Maar die hoeft niet te delen. Die mag lekker eens eentje houden. Ja, dat klopt, ja. Dat scheelt wel weer. En misschien ook wel leuk om te zeggen dat het voor de 4e keer is dat hij WCS kampioen geworden is. Dus okay. hij is echt heel goed. Ja. Maar daar kunnen sowieso Europeanen en Noord-Amerikanen niet aan tippen. Nee. StarCraft is gewoon Aziatisch all the way. Klopt. Weet je, dat komt eigenlijk dat Koreanen zo goed zijn in Ik weet niet, ze kunnen beter staren naar het beeld. Oké, dit is echt te veel woorden. Ze hebben wel meestal meer dedication, ja, weet je wel. Ze zijn allemaal werkloos, hebben meer tijd. redelijk on die edge. Ik weet het niet. Dat komt omdat vroeger, ongeveer 30 jaar geleden, ging de Koreaanse overheid zat heel erg in een dip. Dus ze wilden een recessie eigenlijk, net zoals wij nu zitten. En toen zei de overheid, hier gaan we wat aan doen. En toen hebben ze gezegd, we gaan heel Korea helemaal volleggen met glasvezel. Dus die mensen hebben allemaal het beste internet daar. Ja.
Dus hè, ja, iedereen weet het. Hoe beter je internet, hoe beter je bent. Is dat denk ik echt zo? Want ik bedoel, hier hebben we niet overal glasvezel, maar we hebben snel genoeg internet om gewoon allemaal StarCraft te kunnen spelen. Klopt, maar het heeft er wel voor gezorgd dat heel veel mensen een computer gingen halen, ja, omdat precies. Het allemaal zo goed was. Ja. Dus vandaar. Oké. Okay. Ja, we zijn er een beetje kriskras doorheen gaan. Normaal doe je het per game. Ja, normaal doe ik per game inderdaad. Ja. Want je had nog iets over League of Legends. Ik heb nog twee dingetjes over League of Legends. Oh, tof. Ja. Want Team Giants, het slechtste team van de Europese LCS, ja. echt slecht, ja. Die hebben drie van de vijf man ontslagen. Oké. Okay. Die hebben gewoon gezegd, nee. Wieberen eruit. Ophoepelen. En die hebben maar douchen. ja, precies. Eruit. Die hebben ze vervangen door Smitty J, dat is een bekende speler, en door twee onbekende driekarade Koreanen. Ja. Wisdom en Sonstar. Inderdaad, ja. Wisdom en Sonstar, ja. Oké, nou, tof. Ja, dan hopen dat... Die kan eigenlijk niet slechter. Dus het is voor hun heel lekker om in dat team te komen. Ja, want inderdaad. Nou kan je meteen laten zien hoe goed je bent. Je zit met het laagste team van de LCS. Dus ja. Nee, super. En als laatste nieuws hebben we nog... De Riot teased ons van de week met een nieuwe champion... genaamd Aurelion Sol. Oké. Het is een beetje een sterren... Iets met sterrenbeeld, denk ik. Heelalachtig. Ja. We kunnen de trailer even laten zien. Nou, dat gaan we doen. No matter what planet, no matter what galaxy, they always look up in wonder. Some fall to their knees and worship. Others hide behind walls and towers. But the thing they do best is beg for mercy. It's just adorable. Oh, wat een mooie trailer. Fantastisch toch? Ja, lekker kort ook. Lekker kort. Lekker niks zeggend. Hartstikke goed. Hé, wat gaan we volgende week allemaal moeten volgen van jou in de wereld der e-sports? Nou, alles gaat eigenlijk gewoon verder zoals het moet. Oké. Okay. Dus League of Legends gaat weer door, CSGO gaat weer door. Maar we gaan ook een kijkje nemen bij de Dutch College League. Ja, we gaan in Nederland... Dit is Marcel's eerste perstrip voor Gamersnet, jongens. Ja, dat zou hij zit volgende week zelfs in de vlog. Ongelooflijk. Bizar. Welkom bij de club, zo man. Snel gaat het. Dat vind ik echt leuk. Ik ben een beetje aan het zweten nu al. Ja, maar ik vind het echt serieus vet dat je dat allemaal wil doen. Ja, leuk. Maar wat ga je daar doen? Ik ga daar kijken naar League of Legends. Oké. En dan kijken of het Nederlands een beetje talent is. En wat is de prijspot daar? Er is geen prijs, maar wat willen ze bereiken? Nou, in ieder geval een hoogwaardig professioneel toernooi neer te zetten. Dat is het eerste wat ze willen bereiken. De prijzenpot durf ik niet te zeggen. Ik wil vooral eigenlijk kijken of ik echt... Weet dat mijn niveau echt zoveel hoger ligt dan de mensen daar. Dat is eigenlijk vooral hetgeen. Het speelt nooit direct, hè? Helemaal goed. Veel plezier daar. Dankjewel. Bedankt voor deze week weer. Ja. En volgende week zit Tom hier, want dan ben ik op Curaçao. Dus dan ga je Marcel en Tom zien. Hoe vet is dat? Curaçao? Ja, man. Is er geen toernooi toevallig? I don't know. Het zit me niet. Ik ga niet kijken. Ik ben vooral cocktailtjes aan het drinken. Tot de volgende keer. Later. Derde aflevering van eSports Nieuws. Ja, we hebben hem zojuist opgenomen. Is het veel werk? Het editen vooral. Ja, vreselijk. Oh. Ja? Ja. Een hele dag naast jou zitten. Ja, we zitten hier ook gewoon de hele dag. De hele dag, ja. Ongelooflijk. Te filmen en alweer. Te filmen, ja. Nee, Peter. LCS is niet CSGO. Nee, precies. Jongens, als je dit een leuke video vond, geef ons even... Trouwens, jij bent YouTube. Jij moet het doen. Oh, we gaan stoppen. Ja, oh ja. we krijgen een dikke ban van YouTube. Krijgen we strikes? We hebben strikes. Ja, heel veel strikes. Alleen maar strikes. Dus als je dat niet wil, geef ons een volgje, een likeje, een deeltje, whatever. Ja. En volg ons ook op gamers.nl. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog, zeker weten. En gamers.nl, alle items een dag eerder. Dus check die ook vooral. Vooral doen. Awesome.